Dames en heren, beste kinderen, welkom in onze studio. Mag ik u voorstellen aan professor klimatoloog Kort Buitenbeen. Hij is tevens de CO2 van de organisatie die ondersteuning biedt aan Groen voor Poen. Dank u wel voor jullie warm onthaal. Mijn naam is dus Kort Buitenbeen en ik kan jullie aantonen hoe slecht het met ons klimaat gesteld is. Hier zien jullie een grafiek met een ijstijd en daarna warmt de aarde altijd maar op. Na 2020 zal die stijging verticaal omhoog gaan, tot onze aardbol uit elkaar spat. Hoe kunnen we dat voorkomen? Dat is door veel geld af te staan aan de staatskas en ons land wil hier de voorloper in zijn. Ik hoor jullie denken, maar hoe zie je dat de wereld opwarmt? Wel, het ijs smelt weg en zo gaat het warmteniveau stijgen, zodat Brussel stilaan de nieuwe haven wordt. Terwijl Brugge en Gent, Lappenscheuren en nog veel andere van de kaart verdwijnen. Ook zie je dat de ijsberen in het probleem komen. Hier zie je nog een foto waarbij men al wegens de opwarming samen met de ijsbeer zelfs een balspel kan spelen. De ijsbeer zal uiteindelijk uitwijken naar andere streken. Vooral die streken waar ook de roze olifanten reeds gezien zijn. De toppen van de gletsjers smelten enorm vlug af. En zoals u kan zien in de volgende beeld. Dat is nu toch niet om mee te lachen als je dat zien hoor. Aangezien jullie mij niet al te serieus nemen, zal ik mijn wetenschappelijke voorstelling maar wat vroeger beëindigen. Maar toch bedankt voor jullie aandacht. Alvast bedankt, professor Kort Buitenbeen, voor uw komst naar de studio. Trouwens, uw groene sec, de verloning, kan u afhalen bij het onthaal. Oh ja, oké, bedankt.